meneer Van Breit. Microsoft heeft Windows 11 gepresenteerd, de nieuwste versie van het besturingssysteem dat inmiddels zo'n 35 jaar bestaat en op dik driekwart van alle desktopcomputers ter wereld draait. Met zo'n 1,5 miljard actieve gebruikers. Het aantal gebruikers is nagenoeg stabiel de laatste jaren, maar dat marktaandeel is in het verleden nog hoger geweest. De afname bij desktops is vooral eigenlijk door een stijging van macOS tot bijna 20% marktaandeel. En als je alle besturingssystemen vergelijkt, ja, dan is sinds 2017 Android het populairste systeem ter wereld voor Windows en op een gepaste afstand op plek 3 iOS. In de post-PC-wereld is Windows simpelweg niet langer de plek waar het gebeurt. Dat heeft Microsoft er niet van weerhouden om zijn grootste platform nieuw leven in te blazen met Windows 11. Dat eind van dit jaar verschijnt als gratis update voor Windows 10 gebruikers. Oh, en voordat je meteen in de reactiestijgers klimt en roept van hey, waarom moet nou Apple fanboy Erwin uitgerekend Windows bespreken? Ik ben er ook mee opgegroeid en ik gebruik het nog steeds voor gaming. Want tja, dat is op een Mac een lachertje. Windows 11 is vooral het geesteskind van Microsoft's nieuwe posterboy, Panos Panay. We can't wait to share it with you. Windows 11. Hij had eerder de Surface-lijn onder zijn hoede. Daar heeft hij ook een naam mee gemaakt in het bedrijf. Maar nu heeft hij dus ook Windows in zijn portefeuille. En ja, ik moet een beetje bekennen, ik ben toch best wel een beetje een fan van de man. Een beetje een man-crush. Nee, zover ook niet. Maar ik ben wel fan. Het is een Amerikaan met Griekse roots en die heeft op zijn eigen manier zo zijn charme. Waar Greg Federici van Apple charme punten scoort met zijn humor. En next up, iPadOS. Oh hey, we made it. Loopt Panay over van de emotie. It keeps reminding me. This is my home. This is a photo of the house I grew up in and it's the place that my parents they still live today. And even though it's changed, it's been renovated, still to this day, the minute I step inside, it feels right. It feels familiar. You know, it feels like home. That's inspiring to me, and that's what Windows should feel like. It should feel familiar. It should feel secure. En hij heeft zijn doel voor Windows 11 heel duidelijk voor ogen. And maybe most importantly, it must feel emotional. This is what inspired us to build the Windows of tomorrow. Volgens Panay moet Windows 11 voelen als thuiskomen. Alles in de nieuwe interface is erop gericht jou een kalm gemoed te geven. Zodat jij je kunt concentreren op productief of creatief zijn. Of om jezelf te vermaken met een game. Of om verbindingen te leggen met anderen. Panay en zijn team hebben dat vertaald in een nieuwe look voor Windows. Moderner, frisser. Rustiger. Veel hoeken zijn rond geworden, zelfs van het logo. En vensters, dat zijn half transparante glasplaten. Ziek hoor. Er zijn ook nieuwe thema's voor de interface, waaronder eentje met een hele fraaie donkere modus. Ik ben wel benieuwd tot hoe diep die nieuwe lik verf gaat. De eerste screenshot zag ik al op Twitter voorbij komen van de interface als je dan wat dieper gaat en ja, dan ziet het er gewoon nog uit. Nou, bijna als Windows 3.11. Overal, ja, het deed mij, en ik was niet de enige hoor, een beetje denken aan macOS. Nee, geintje. Eigenlijk ook weer niet helemaal een geintje hoor. Maar toch, desalniettemin, Windows 11 heeft nu toch zo met die pictogrammen en dat glas. Het heeft wel zijn eigen look. Ja. En je ziet er ook een beetje iets van terug, vind ik, van Windows 10X. Dat was die soort light versie van Windows, bedoeld als concurrent tegen Chrome OS. Dat eerder dit jaar is geschrapt trouwens.
En toch, ik vind deze poging wel beter ogen dan Windows 8 destijds met die tegels, weet je nog? Tja, ja, die tegels gingen een hoop mensen echt te ver. En Microsoft wist niet hoe snel ze de mogelijkheid terug moesten aanbieden voor gebruikers om het startmenu weer zo in te stellen zoals ze gewend waren. Daar heeft Microsoft trouwens wel van geleerd hoor, zo lijkt het. Want je kunt nu de taakbalk, die staat nu gecentreerd onderin. Beetje zoals macOS. Maar als je wil, kun je hem alsnog gewoon weer naar linksonder zetten. Ja, zoals je gewend bent. Waar Apple bekend staat om zijn, ja, weliswaar wel overwogen, maar dikwijls dwingende beslissingen. Denk aan het verwijderen van USB-A-poorten op Macs of het verwijderen van de koptelefooningang op iPhones. Ja, daar wil Microsoft iedereen pleasen. Op Windows 11 ook weer. Je kunt elk denkbaar input device gebruiken bijvoorbeeld. Dus de keyboard, de muis, uiteraard. Maar ook een pen of je stem en touch. Alles kan daar. Nee, daar is Apple echt een stuk dogmatischer in. Op één plek is dat verschil van aanpak heel goed en scherp zichtbaar. En dat is in de App Store. In Windows 11 is die compleet vernieuwd. Je vindt er uiteraard alle Windows apps. Waaronder apps die gebruik maken van een eigen betaalmethode. Dus denk bijvoorbeeld aan Adobe met Creative Cloud. Nou, dat is bij Apple in de App Store absoluut verboden. En ook de reden trouwens waarom het nu van alle kanten juridisch onder vuur ligt. Microsoft gooit lekker wat extra olie op dat vuur, want zij gaan dadelijk 0% commissie vragen van de omzet van apps die hun eigen betaalmethode ook gebruiken. Bij elke andere grote App Store, bij Apple dus, maar ook bij Google of bij Sony, PlayStation, ja, dan is dat, of Steam, is dat nu 12 of 15 of soms zelfs 30%. Ook bij Microsoft nog trouwens, maar dadelijk niet meer. En weet je nog trouwens dat Apple voor macOS in Big Sur en Macs met de M1-chip de deur heeft opengezet voor iPhone-apps op macOS. Ja. Nou, Microsoft heeft ook een deur opengezet voor Android-apps. Ja, via de Amazon App Store. Ik ben benieuwd of Google die zag aankomen. Maar goed, dan kun je dus dadelijk op Windows 11 gewoon je TikTok-app draaien bijvoorbeeld. Nice. En in de demo zag dat er best wel goed uit. Ik ben wel benieuwd hoe het dan dadelijk in de praktijk werkt. Dat wil ik echt wel even zelf testen, want op macOS bijvoorbeeld, ik ben er nog niet echt kapot van hoor, die iPhone apps op macOS. Nee. Microsoft gooit wat dat betreft wel echt het roer om. Ik weet niet of je Windows 10S nog kan herinneren met die beschermde App Store. Huh? Weet je nog? Dat was een beetje Microsoft deed een beetje de Apple manier daarna. Maar de boel gaat weer wagenwijd open nu. Ik lees daar toch ook een beetje een capitulatie in. Een beetje sterk uitgedrukt. Of op zijn minst een erkenning dan van Microsoft dat ze Android gewoon niet meer gaan in- of bijhalen. Nee, if you can beat them, join them. Dan Teams, Microsoft's grote hit van het afgelopen jaar. Kom er maar in, Panos. On Teams, my family and I would get together regularly. And it was pretty inspiring. It really did. You start using it and it changed the way you think about connecting with family. It was almost like, why weren't we doing this before? I'm closer with my family in Cyprus now than I ever was. But don't get me wrong. I mean, I want to hug them. I do. I want to be with them. I want to be next to them. But at the same time, I don't want to lose this opportunity to connect with them on the PC. The way we've been connecting and getting closer. It's almost like we found a new tradition. Ja, Teams was aanvankelijk een beetje meer corporate app. Maar is recent door Microsoft al opengezet voor particulier gebruik. En zal in Windows 11 volledig geïntegreerd zijn. Ik heb wel een beetje te doen met dat Skype team, hè. Zal je maar inzitten. Alle glory, dan gaat het naar Teams. En last but not least, gaming. Ja, als Windows ergens mee schittert, dan is het wel PC-gaming. Voor mij persoonlijk is het dé reden om Windows te gebruiken.
Nou, en de gamers kunnen tevreden zijn hoor. Je had natuurlijk al DirectX 12 Ultimate, hè, dat eerder op Windows 10 was geïntroduceerd met dat raytracing en zo. Microsoft voegt daar nu Auto HDR aan toe, dat eerder werd geïntroduceerd op de Xbox consoles, hè, de nieuwste generatie. En over Xbox gesproken, in Windows 11 is Game Pass ook volledig geïntegreerd. Hè, Microsoft's aantrekkelijke betaaldienst voor gaming. Waarmee je op zowel Windows als Xbox als Android kunt gamen. Lekker hoor. En dat is ook Microsoft in een notendop. Hè, Windows is vrijwel overal en werkt met bijna alles. Het enige wat eraan ontbreekt, daar heeft het eigenlijk altijd aan ontbroken, maar is sex appeal. En gaat Windows 11 daar wat aan veranderen? Nou, wie weet. Eerste indruk is best goed. Voor iedereen met Windows 10 of ouder gaat dit sowieso een hele fijne update zijn. Ja, laat me weten in de reacties welke feature jij het tofst vindt. En abonneer je op ons kanaal natuurlijk als je dat nog niet hebt gedaan. En zet die bel aan, dan zie je onze video's altijd als eerste. Bye!